Hey, goedemorgen. Woensdagochtend, 17 april. En ik dacht, ik neem jullie gewoon even mee. Ik neem jullie even mee naar een heel mooi stukje land. En daar laat ik jullie eventjes meegenieten van de mooie tulpenvelden. En ik zie toevallig Barbara live komen. Nou, Barbara, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zou je al deze tulpjes willen toesturen, maar dat lukt niet. Maar ik wens je wel een hele gezellige dag. En we zien elkaar vast weer eens een keer. En leuk om eventjes mee te genieten van alle kleuren die hier staan. De meesten zullen dit later bekijken, maar leuk als je even goed nog ergens op reageert. Ik sta hier dus op een stukje land van ons. Waar verschillende soorten en ook nieuwe soorten zijn geplant. Ja, wat zijn nou nieuwe soorten? Als we verschillende andere dingen met elkaar vermengen. Er komt een trekker voorbij, dus daar moeten we even naar zwaaien. Oh, dat zijn altijd weer bekende. En dat heb je hier zo. Die prachtige kleuren. Ja, dankjewel Barbara. Dat is inderdaad zo. Ik ga de camera ook even omdraaien. Dan kunnen jullie nog veel beter meegenieten van al die kleuren. En hoef je niet steeds naar mij te kijken. En dan kan ik ook veel beter vertellen wat er allemaal te zien is. Want zo zie je het nog beter. Even voor jullie beeldvorming. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hier aan de... Helemaal aan het einde van het veld. En dat is een stuk verder. Ja, daar woon ik dan. Daar is onze mooie boerderij. En daarvoor staat een stukje met de andere tulpen, maar ik ben speciaal eventjes natuurlijk op mijn fietsje naar omgereden om jullie even mee te nemen naar dit stukje land. Wat jullie hier zien, dat zijn dioren. Dat zijn hele mooie dubbele tulpen, maar die zijn vrij klein. Dus dit zullen waarschijnlijk kleine bollen zijn. Nou, voor degenen die me vaker volgen, die weten dat ik op het moment heel veel bezig ben met tulpentours. Dan leg ik aan iedereen uit hoe het nou werkt. En dan krijg ik ook bijna altijd nog wel de vraag, ja, maar hoe plukken jullie nou deze bloemen? Nou, deze bloemen plukken we niet, want alles wat hier buiten staat, gaat het niet om die bloemen. Het gaat bij ons om de bollen. De bollen die in de grond zitten. Kijk, die bloem is hartstikke mooi, maar daar gaat het ons niet om. Het gaat om de bol die daar onder in de grond zit. Die hebben we in de herfst geplant. En die gaat groeien en straks, als het land allemaal geïnspecteerd is, dan gaan we van al die bloemen, niet schrikken hoor, wat ik doe, met de machine worden de koppen eraf gehaald. Dus dan hou je dit over en dit blad is nodig om die bol te laten groeien. Ga dat niet zelf doen, hè. Er is best wel veel in de publiciteit over. Ga niet door het land lopen. Ga niet die bloemen plukken. Want soms zit er wel eens een ander kleurtje door. En dat moeten we echt zelf doen. Kijk, hier zie je ook een iets andere kleur ertussen. En daar moeten wij nog doorheen lopen. Gaan we die velden nog selecteren. Ik loop ook zo, kijk, langs de kopse kant van het pad. Prima om te lopen. Kun je hartstikke mooie foto's maken. En mooie selfies. Maar zo zie je dan dus een verschil. Dit is een veld met heel veel kleur en dit is dan weer wat minder kleur. Dan denk je, misschien zijn die niet goed? Die zijn wel goed, dat is een kleiner soort bol. Die bol gaat groeien, je krijgt dan twee bolletjes erbij. En dat is ook de bedoeling, we willen dat die zich natuurlijk gaat vermeerderen. Wil je nou meer weten hoe dat allemaal gaat en het gewoon een keer van dichtbij maken? Dit jaar is het eigenlijk vol, maar hou dan in je achterhoofd dat je vanaf januari... En dan is het ook het leukste, januari, februari, maart. Dan is het bedrijf bij ons binnen volop bezig. En dan is het leukste tijd om een rondleiding te volgen. En dan kan je daarna nog veel meer genieten van die tulpen buiten. Want dan weet je ook hoe het allemaal werkt. Nou, ik loop ondertussen gewoon nog even lekker door. Dit zal een soort zijn met een nummer. Voordat een bloem echt een naam krijgt, moet het een hele grote partij zijn. En moeten we dus veel bollen hebben. En dan moet hij bewezen hebben dat hij goed is en sterk is. En dat de bloem zich goed ontwikkelt. Dat hij het goed of in de tuin doet of in de broeierij. Want dat is binnen, hè. Binnen doen we de bollen
bloemen kweken. De bollen die we dus buiten kweken, die doen we binnen op planten. Daarachter zie je, ik weet niet of je het ziet op het beeld, dat is weer van een collega uit land, daar wordt alweer water gegeven. We hadden het er net nog over, vorig jaar mei is het natuurlijk heel droog geweest. En het hele winter is het ook niet echt nat geweest. Dus we hebben nog steeds, ja, eigenlijk echt water nodig. En je zal de komende tijd ook, als het niet gaat regenen, veel land zien waar je dus van die grote haspels ziet. Ook al zijn de bloemen weg, die bollen moeten groeien, dus die hebben water nodig. Dat moet er nog bij komen, dat water, om die bollen te laten groeien. Wil je nog genieten van de tulpen, de mooie gekleurde velden, dan de komende week is het zeker allemaal nog goed gekleurd. Het is een beetje afhankelijk van hoe warm het zal zijn de komende dagen. En het is ook wel eens per soort verschillend. Kijk, want deze rode bijvoorbeeld, die zijn al veel meer open. Dus die zullen al eerder gekopt gaan worden dan de rest. Want dat is belangrijk, dat ze goed open zijn. Niet te lang wachten. En het hoeft ook weer niet te snel. Want we vinden het ook nog leuk om ervan te genieten. Ik kom hier ook weer op een stukje land. Met weer een hele mooie blauw-paarse. Kijk, dit lijkt al heel veel. Maar om er een goede partij van te maken heb je nog veel meer nodig. Dus dit noemen we ook wel de proefvelden. Ik zal straks ook nog een foto laten zien. Ik heb binnen een bollenbos staan. En ik denk dat dat van deze soort is. Die heeft meerdere bloemetjes. Zie je dat? Daar kan je het misschien nog beter zien. Even kijken waar die camera nou weer zit. Ja. Kijk, hier zie je twee bloemetjes uit die ene steel komen. Daar ook. Een heel bijzonder soort. Heel erg mooi. Maar de kweker wil meestal juist één grote bloem. Dus ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Hoe ze dat verder willen laten ontwikkelen. Nou, ik loop nog even door. De komende tijd, naast de bollen doe ik en de bloemenproces, doe ik natuurlijk ook heel veel met de stempels. En met stamping up. En voor de mensen die nou zoiets hebben, ja, maar dat interesseert me helemaal niet. Ik vind het wel leuk om af en toe een leuke kaart te sturen. Of een leuke cadeauverpakking. Ja, daarvoor kan je natuurlijk ook bij mij terecht. Hè? Als je het niet zelf wil doen, laat mij het dan doen. Ik vind het heerlijk om het te maken. Hier een groot veld te escapen. Een mooie dubbele rode tulp. En 3 juni komt de nieuwe catalogus uit van Stamping Up. En is het altijd de gewoonte dat alles wat nog in voorraad is en wat niet meegaat in de nieuwe catalogus, dat is vanaf nu te koop allemaal, maar wel zolang de voorraad strekt. Dus zijn er nog dingen die je heel graag wil hebben, kijk even in mijn webshop. Daar staat de Last Chance Products en daar kan je dan ook zien welke eruit gaan. En als je het zou willen hebben, wacht dan niet te lang met op mij contact op te nemen. Ook is er de komende maand nog een aantal andere acties. Maar hou me nog in de gaten van mijn Facebookpagina. En dan hou ik je op de hoogte van alle acties. Nou, nog even een laatste heerlijke look op de bollenvelden. Super mooi om te zien. Heb je nou vragen of heb je nou zoiets van, ja, hoe gaat dat nou? Nou, boek dan misschien volgend jaar eens een tulpentour. Of in de zomer, leuk ook voor de toeristen, dus heb je gasten. Dan vanaf eind juni doe ik een bollentour. Dan heb ik natuurlijk geen tulpen meer. Dat is echt een voorjaarsbloem, de springflower. Maar dan is het wel leuk om het bollenproces te volgen. Heb je vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag. Ik ga weer zorgen voor leuke berichtjes op mijn blog. Mijn blog waar ik veel creatieve ideeën en andere dingen op deel en op de site. Ik hoop dat jullie mooie paasdagen krijgen. We krijgen heel mooi weer de komende dagen. Nou, ik ben er heel blij mee. We kunnen allemaal veel zon gebruiken. Ik moet zoveel praten de laatste weken door alle presentaties. Dus daarom had ik mijn Facebook Live van afgelopen maandag even laten zitten. Kleine tegemoetkoming om nu eventjes live te gaan. Nou, ik ben nog steeds Ellen van Bij Ellen in Rinnegom.
met het prachtige uitzicht van de bollevelden, denk ik dat jullie er ook van kunnen genieten. Mooie paasdagen en we zien elkaar. Bedankt voor het kijken. En zie je mijn filmpje op YouTube? Geef even een duimpje. En klik op die button hieronder om je te abonneren. Dan mis je geen enkel filmpje meer van me. Hey, dankjewel hè. Hartstikke leuk. Doei!